Als je ziek bent, dan ga je naar de huisarts. Zo was het vroeger. Maar tegenwoordig kiezen steeds meer patiënten voor een alternatieve genezer. En dan is er op dit moment een ruime keus. Want in Nederland zijn er al 300 verschillende alternatieve geneeswijzen. Er is sprake van wildgroei. Het overkoepelende orgaan van de alternatieve genezers wil daar een eind aan maken en komen tot het instellen van een kwaliteitsmerk. Dat blijkt uit een reportage van Frank Herst. Iriscopie, acupunctuur, homeopathie. Het aantal alternatieve geneeswijzen is sterk toegenomen. Jaarlijks gaan meer dan 2 miljoen Nederlanders shoppen op de alternatieve gezondheidsmarkt. Het is nu toch wel zo dat, ik geloof wel 15% van alle Nederlanders wel eens een keer een alternatieve genezer raadplegen. Kan je spreken van een wildgroei? Er is ongetwijfeld sprake van wildgroei. Het aantal verschillende alternatieve geneeswijzen is de laatste jaren ook enorm toegenomen. In mijn studententijd, maar dat is 35 jaar geleden, had je eigenlijk alleen homeopathie en nog een paar excentrieke figuren. En tegenwoordig is er al sprake van meer dan 300 verschillende alternatieve geneeswijzen. De Alliantie van Natuurlijke Geneeswijzen gaat per 1 juli een aantal kwaliteitsnormen hanteren om het kaf van het alternatieve koren te scheiden. Hi Pieter. Hi. Ga verder. Net zoals voor de reguliere sector is de controle ook voor iedere gezondheidsbeoefenaar nodig. Voor iedere beroepsbeoefenaar maak je missers. En is daar goed om te weten, voor de cliënt, dat er een soort consumentenregels zijn. En daarin maak ik geen verschil of je nou een wasapparaat koopt, of dat je naar een reguliere arts gaat, of naar een alternatieve arts. Het gaat om een stuk consumentenwaarborg. Is er veel kaf tussen het koren? Net zoveel kaf als er tussen in de regulieren is. Oké, ga lekker zitten. En neem ook even echt je plek in. Hè? Gewoon maak iets meer plek gewoon voor jezelf, zodat je echt de ruimte hebt. Oké, ja, dat is perfect. En dit is het, Pieter. Ik zet gewoon wat muziek op om je als het ware nog meer te helpen in die diepte te gaan. Er zijn een flink aantal criteria waaraan voldaan moet worden. En om de hele kwaliteit van de beroepsgroep te bewaken, is het ontzettend belangrijk dat het beroepsprofiel duidelijk is. Hè? Dus wat mag een therapeut? Waar kun je hem op aanspreken? Verder is fundamenteel dat daar zijn opleiding vastgelegd is. Dat de cliënt weet waar die aan toe is, wat hij van mag verwachten, en dat hij ook weet dat zo'n therapeut gediplomeerd heeft, een keurmerk heeft. Daarnaast is daar dan in essentieel, net zoals dat bij de reguliere gebeurt, dat daar ook missers gemaakt worden. En gebeurt dat er natuurlijk ook bij de alternatieven. En dat daar een tuchtrecht is waar iemand ter verantwoording geroepen kan worden. Ik denk dat het voor het publiek weinig uitmaakt of die alternatieve genezers nou onder elkaar uitmaken wie er wel goed is en wie er niet goed is, en wie er wel mee mag doen en wie er niet mee mag doen. Omdat het voor een patiënt niet uitmaakt of die bij een bona fide of bij een malafide genezer terechtkomt en een therapie krijgt die nutteloos is. Hoezo? Misschien dat die bij de beter wordt hij er niet van. En misschien dat hij bij de malafide genezer nog iets meer moet betalen dan bij de bona fide. Maar bij de bona fide kost het meestal ook een heleboel geld. Ga kijken of je dieper kunt gaan. Ja, perfect. Heel goed. Maar blijf het voelen. Dat het niet gewelddadig wordt. Ja, dat verschilt. Precies.
In Zutphen werd vandaag een conferentie gehouden over de positie van alternatieve geneeswijzen. Daar bleek onder andere dat ongeveer 2 keer zoveel vrouwen als mannen gebruik maken van alternatievelingen. De meeste cliënten zijn tussen de 30 en 60, particulier verzekerd en hoger opgeleid. Vanaf 1993 zorgt de wet BIG ervoor dat patiënten zelf mogen kiezen naar welke arts of genezer men gaan wil. De overheid verruimde met deze wet de mogelijkheden voor alternatieve geneeswijzen. Minister Borst vindt dat de overheid op dit vlak een zeer beperkte rol moet spelen. Ik denk dat het bij alternatieve geneeswijzen, net als bij alle geneeswijzen, gaat om goede kwaliteit. En dus in de eerste plaats de verantwoordelijkheid van de hulpverleners zelf. Wat verstaat u onder goede kwaliteit? Onder goede kwaliteit versta ik dat men geen schade berokkent en dat men natuurlijk goed doet. Dat het niet altijd lukt om iemand te genezen, dat geldt natuurlijk ook voor de reguliere artsen. Dus dat is op zich het punt niet. Maar ja, je moet vertrouwen kunnen hebben in zo iemand, dat is het. Hoe kan het kaf van het koren gescheiden worden? Nou, dat kan doordat de beroepsverenigingen van de alternatieve genezers zelf ook kwaliteitscriteria ontwikkelen. Daar help ik ze bij, financieel. Het NIVEL, het onderzoeksinstituut, begeleidt ze daarbij. En dan kunnen ze zichzelf toetsen en hun kwaliteit waar nodig verbeteren. Ik vind het ook belangrijk dat dat soort informatie ook bekend is voor patiënten, voor de bevolking. Zodat men weet als iemand bijvoorbeeld lid is van die of die vereniging, dan is dat iemand die je vertrouwen kunt. Pieter, kijk of je dat stukje van die opengave je dat kunt toelaten. Gewoon als bewustzijn, weten wat het precies is. Ik neem waar dat veel Nederlanders zich ook wenden tot alternatieve behandelaars. Daar is blijkbaar behoefte aan. Vaak doen ze dat terwijl ze ook hun reguliere dokter raadplegen. Ik denk dat dat dan eigenlijk een hele goede zaak is. Dat je dus in ieder geval ook je huisdokter blijft bezoeken en ook op de hoogte houdt van wat je in het alternatieve veld allemaal probeert. En naar buiten kunnen. Ja, echt gewoon die ruimte helemaal innemen. Ja, precies.